In deze derde aflevering van Op Ben Culinair gaan we praten over chocolade. Een van de leukste onderwerpen die er zijn. En daarom praat ik ook met een van de mensen van wie ik een briefje heb gekregen. Hanneke stuurde mij een briefje en die schreef dat ze graag iets wil doen over chocola. Hanneke, welkom in het programma. Dankjewel, welkom. Wij gaan vandaag een aantal chocolateriewinkels bezoeken. En ik wil samen met jou graag wat chocola gaan proeven. Heb je daar zin in? Lijkt me heerlijk. Echt. Nou, we beginnen eigenlijk bij deze unieke winkel. Dit is Puccini. En in Puccini, daar kun je allerlei soorten chocolaatjes proeven. Het zit hier op de hoek van de Staalstraat en de Zwanenburgwal. En we gaan naar binnen en we gaan praten met Sabine van Weldam. Much into chocolate? Yes, not really sometimes. What taste did you try? Hazelnut. Hazelnut. And do you try chocolate everywhere in the world? Or is this... No, just when I crave for them. And when is that? Anytime. That just depends. Doesn't have a particular time. They say that particularly women like chocolate, isn't that true? Yeah. Why do you think that is? Frustrated. So it's like a help for frustration. Well, let's see how it tastes. Ik sta hier met Sabine van Weldam. Sabine is een van de eigenaren van Puccini, zeg ik dat goed? Ik ben dan de dochter van de eigenaresse. Ja. Hoe lang zitten jullie hier al? Ongeveer 8-9 jaar. En waarom zijn jullie zo'n chocolateriewinkel begonnen? Het is eigenlijk iets anders. We zijn eerst begonnen met een dessertwinkel. Maar uiteindelijk liepen de bonbons heel goed. En dat was eigenlijk onze keuze om door te gaan met de bonbons. Dus vandaar zijn we dus doorgegaan met de bonbons. En hoe lang ben jij al chocolademaker nu? Ik bedoel, ik neem aan dat je dat ook moet leren, dat vak. Ja, dus dat is wel een beetje een basisopleiding. Dat kan je gewoon op school leren. En dan is het gewoon een kwestie van doen. Oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En wat voor soort chocolade heeft jou zelf jouw voorkeur? Wat vind jij de lekkerste chocolade? De pure chocolade. Wat voor soort chocolade zijn er eigenlijk? Want ik heb begrepen dat je verschillende percentages chocolade hebt. Hoe werkt dat precies? Kun je dat eens uitleggen? Dat is aan de hand van de cacaobonen. En die worden dan gewalst en dan ontstaat er dus de cacaomassa en de cacaoboter. En die worden dan weer in percentages bij elkaar gevoegd. En dan krijg je de wit, melk, pure chocolade. En dat heb je dus ook weer in verschillende percentages. Nou heb je het over percentages, maar het gaat natuurlijk de meeste mensen gewoon om smaak. Wat is het lekkerste? Is het nou zo dat hoe hoger het percentage, hoe lekkerder de chocola, of is dat niet zo? Dat hoeft niet altijd zo. Dat kan ik jullie zo meteen laten proeven door middel vooral van de melkchocolade. Dan de druppeltjes die jullie proeven, die is iets hoger in percentages als het blok, waar wij dus meestal mee werken. En dan zal je zelf het smaakverschil proeven van waarom wij dus wel voor iets minder of een iets lagere percentage kiezen als een iets hogere. Nou, waarom is chocola soms heel duur en soms heel goedkoop? Waar ligt dat aan? Dat is een hoeveel handwerk eraan zit. En hier wordt alles met de hand gemaakt, begrijp ik? Ja, het is gewoon, het wordt hoofdzakelijk dus met spuitzak gewerkt in plaats van vormen en mallen. En we hebben dus wel een aantal snijbonbons, maar niet heel veel. Dan gaan we straks eventjes in de keuken kijken hoe dat allemaal toegaat met het maken van bonbons. Dan denk ik dat er vast wel mensen zullen zijn die dat graag daarna willen leren. Hoe kan je nou leren chocolade maken? We hebben dan een workshop. En die wordt dan of op een zaterdag of op een zondag gehouden. En dat is echt de bedoeling dat mensen gewoon thuis ook lekker aan de gang kunnen. Gewoon. Dus we maken dan slagroomtruffels. We maken dan de vulling van de bonbons. En dat wordt dan ook in de cursus gedaan. Dat ze ook met een vorkje door de chocolade heen worden gehaald. Door de kogels van chocolade gemaakt. Worden eventueel bakjes voor desserts of andere soorten schaaltjes gemaakt. En er worden nog een notenchocolade wordt gemaakt. Nou, dat klinkt allemaal vreselijk lekker. We gaan het even bekijken. Wat gebeurt er hier nou, Sabine? Nu haal ik dus de chocolade uit de machine die op temperatuur is gebracht. Dus wat deze machine eigenlijk doet, is verwarmt de chocolade en koelt hem weer af. En dan kan je hem zo onderaan de machine uittappen.
En hoe warm wordt die dan? Je verwarmt de chocolade tot ongeveer 40, 45 graden. En dat heeft te maken met de vetkristallen die weer in de chocolade zitten. En die zijn op die temperatuur geheel gesmolten. En dan brandt je niet je vingers? Nee. Nee, dat is bij een hogere temperatuur. Oké. Nou Sabine, daar gaan ze dan. De eerste chocolaatjes. Wat ga je precies doen? Nou, dit is dan de vulling van de bonbons. Dus een melkchocoladevulling. En die wordt dan eerst door de melkchocolade heen gedaan. Dan gaan de nootjes omheen. En dan naderhand worden ze nog eens keer door de melkchocolade heen gedaan. Dat de nootjes ook lekker knapperig blijven. Dat gaan we zien. Ja. Het is wel vies werk, hè? Je raakt eraan gewend. Ik ben niet thuis. En hoeveel doe je er nou op een dag, zo van deze, dit soort chocolaatjes? Hoeveel maak je er dan? Een hele hoop. Dat moet je niet willen weten. Te veel? Ja. Eet je zelf ze nog wel eens eigenlijk? Soms. Er zijn een aantal bonbons die we gewoon op smaak maken. Ja. En die moet je dus de vulling van proeven, om te kijken of het goed is, ja of nee. Ja. Maar voor de rest zijn er eigenlijk nog maar één of twee bonbons die we af en toe eten. Zijn mensen niet jaloers op jou dat je hier mag werken? Weet ik niet. Je altijd maar tussen de zoetigheid staat. Ze ja. Vragen altijd, hoe blijven jullie zo slank? Nou, hoe blijven jullie zo slank? Door de rest niet eten. Aha, dus alleen maar chocola. Je leeft van chocola eigenlijk? Nou, grotendeels. En lunchen doen we gewoon met een broodje kaas. Dus op een gegeven moment raak je er wel op uitgekeken, een beetje op chocola. Ja, hartstikke leuk. Ja. We staan hier bij de chocoladesoorten die er dan door gemaakt worden. Ja. Vertel eens, wat hebben we hier allemaal? Nou, dit zijn dus de verschillende soorten chocolade die wij in ons bedrijf eigenlijk verwerken. En dat wordt dan door middel van deze dingen wordt het dan opgebouwd. En wat hebben we hier dan? Dit zijn dus de cacaobonen waar ik het net over had. En die worden dan in de fabriek dus gebrand en daarna worden ze gewalst tot deze twee componenten. Wat is walsen? Walsen, dat is dat ze eigenlijk tussen twee metalen walsen zo worden gedraaid. Dus een beetje geplet. Geplet, yeah, ja. Oké. En dan ontstaan dus deze twee componenten. Dit is dan de cacaomassa en dit is de cacaoboter. En in de fabriek werkt dan weer met deze twee producten om dan weer chocolade te maken. Dus dit is eigenlijk de basis van chocolade. Prima. Okay. Maar wat is het verschil tussen witte en bruine chocolade? Nou, witte chocolade zit dus geen massa. Ja. Dit is dus de cacaomassa. Als je dit vermaalt, krijg je dus cacaopoeder. Mm-hmm. Dus cacaopoeder is echt de puurste vorm van chocolade. Dan, dit is cacaoboter. En in witte chocolade zit dus helemaal geen cacaomassa. Dus dat is eigenlijk 0% chocolade. Want je spreekt altijd in percentages aan de hand van de massa. Dus een echte chocoladeliefhebber die eet geen witte chocolade? Nou, sommigen weer wel, sommigen niet. Okay. Maar nou zie ik hier ook nog allerlei andere soorten dingen liggen. Ligt hier Valrhona en Callebaut. Wat is nou het verschil tussen die chocoladesoorten? Nou, Callebaut is een Belgisch merk en Valrhona is een Frans merk. Het is gewoon een merknaam. Uh-huh. En wat je dus zo meteen zou kunnen proeven, dat is dus deze chocolade is dus de Valrhona. Dat is de 70% van, dus van dat Franse merk. En dit is de Callebaut 70%. En dan proef je dus het verschil tussen de branding. Callebaut heeft de bonen gewoon iets verder doorgebrand als Valrhona. En ook andere bonensoort gebruikt. Waardoor die iets bitterder van smaak wordt. En de Valrhona, er zit ook nog een etherische olie aan toegevoegd. Dus die heeft een beetje een lichte sinaasappelsmaak. Sinaasappelsmaak, oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel erg lekker. We gaan het even proeven. Oké. Wat hebben we hier, Sabine? Oké, dit zijn dus eigenlijk de drie verschillende bonbons. Met ook de verschillende soorten chocolade daarin verwerkt.
Net als dit is een cerébonbon. Is dus gemaakt van de witte chocolade met ceré. Ceré is een citroengras die heel veel in de Oosterse keuken wordt gebruikt. Het is een soort bamboe-achtig gras. En die middelste? En de middelste is een half melk, half pure chocolade. En die heeft dan de smaak van thee. De thee is dan gewoon getrokken in de slagroom. En die is gemaakt met de citroenthee. En de laatste is een extra pure chocolade. Dat wordt dus ook gemaakt met die 70% chocolade. En die is gemaakt met 4 verschillende soorten peper. Dat is een klassieke combinatie, hè, in de Oosterse keuken. Peper en chocolade. Ja, het is, vroeger werd ook chocolademelk met peper gemaakt. Het is dus eigenlijk een van de eerste vormen dat gemaakt werd met chocolade. Nou, we zijn hier gekomen om te proeven. Dat gaan we nu doen. Hanneke, aan jou de eer. Welke ga je het eerste nemen? Eerst degene met witte chocola, omdat ik toch... Ik eet niet vaak witte chocola, dus ik wil graag proeven hoe dat is. Nou, ik doe mee. Dit is wat je verwacht van chocola. De eerste bijt, die is hard en dan zacht en heel goed die citroensmaak. Heerlijk. Ja, dan komt hij inderdaad die citroensmaak. En dat serre, dat is een beetje dat zuurige. Er zit een beetje een kleine, zachte, zure smaak tussen. En die poedersuiker die compenseert het eigenlijk allemaal een beetje. Hè? Heerlijk. Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Nou, we gaan nog even door. Eerst naar de... Ja. Die maar? Ja, deze. Dus dit is de combinatie, hè? Puur en melk. Ja. Oh god, ik grijp het helemaal erin. Wacht even. Dit is about 12 graden. Dit is about 20. Ja. Een stuk subtieler. Maar als je hem eenmaal over je tong laat gaan dan... Het is goddelijk. Echt heel lekker chocola. Okay. Echt, nu proef je die hele volle chocolasmaak. Ja. Heerlijk. Oké, en nu gaan we naar het vuurwerk. Yes, de peper. Ik heb nog nooit iets met peper met chocola gegeten. Die combinatie is mij volkomen vreemd. Mij ook. Raar, hè? Heel raar. Het is heel apart. Het is een heel het bijt ook een beetje terug. Ja, echt wel. Het is, normaal, pure chocola vind ik altijd iets te... Het slaat je iets te veel. Maar dit, door die peper wordt het een beetje verzacht. Ik weet niet of dat normaal is. Maar ik vind het echt heerlijk. Echt fantastisch. Echt. Nou, ik ben blij dat ik naar je heb geschreven dit jaar. Echt waar. Als je chocolade wil proeven, dan moet je dus naar Puccini komen. En het leuke is dus dat Sabine dus ook een cursus geeft in het maken van chocolade. Dus het lijkt me echt een aanrader voor onze kijkers. Goed, als ik eenmaal even een zaterdag of zondag tijd heb, dan kom ik zeker maar even inschrijven. Geweldig, dankjewel.
En u kijkt naar Aubin Culinaire. Het programma van Michiel Bloemgarten over koken, eten, uitgaan in Amsterdam. Aubin Culinaire, Amsterdam. A, B, C. We zitten hier aan de prachtige tafeltjes van Tea Room Pompadour. En ik praat met Jessica. Jessica werkt hier al een hele tijd. Hoe lang werk je hier al? Drie jaar. En jullie verkopen, naast dat jullie hier thee en koffie serveren, verkopen jullie hele lekkere chocolaatjes. Ja. Ik zie dat je hier een klein schaaltje hebt meegenomen. Ja, wat hebben we hier allemaal liggen? Ik zie hier een roze. Wat is dat? Dat is een cramaillé bonbon met kersen. Met een kersje erboven. Ja. En dat is frambozenmarsepein. Dat is een pure ganache met gember, verse gember. Hoe noem je dat? Een? Pure ganache. Wat is een ganache? Dat is chocola met room erdoor. Dus vrij stevig van smaak. Ja. En dan heb je hier die rode, wat is dat? Ook een ganache met kersensap erdoor. Ja. Dat is een beetje fruitig. Dat is een slagroomtruffel. Ja. En een kaneelbonbon. En die groene, dat is een groene marsepein met praliné. Dat klinkt allemaal vreselijk lekker. Ja. Als jij zit de hele dag tussen al dit soort lekkers, hè? Iedereen zal wel jaloers op je zijn dat je hier mag werken. Ja. Neem je zelf ook veel chocola mee naar huis altijd? Nee, af en toe. 1 keer in de week of zo. En jouw man die houdt niet van chocola? Jawel. Dus je neemt toch wel wat mee af en toe? Ja. Nou, wij gaan het ook even proeven. Hanneke, aan jou de eer. Jij mag de eerste chocoladetruffel gaan proberen. Ga je gang. De chocoladetruffel. Ik had die speciaal voor jou bewaard, dacht ik. Nou, dan begin jij dan met een bonbonnetje, zou ik zeggen. Ik ga lekker de praliné met deze, met marsepein proberen. Ja. Wat proef je allemaal? Heel veel marsepein. Ja? Ik ben nog niet helemaal aan de praline gekomen. Mm-hmm. Maar het is heel zoet. Zoet? Ja. Daar ben ik normaal niet zo ontzettend voorstander van. Ja. Nee. Dat is zoet. Ja, ik ga eventjes met deze jongen aan de gang. Mm-hmm. Er zit hier dus kersensap in, als ik het goed begrijp ook, hè? Ja. Ja. Lekker? Wacht even hoor. Ja. Veel chocola. Ja. Dat kersensap relativeert het een beetje. Wat is uw favoriete bonbon op deze schaal? Op het schaaltje, ja. Die kaneelbonbon is heel apart. Ja? Ja. Pak jij die of pak ik die? Ga jij weer gang maar. Oké. Okay. Gooi nog eens dicht. Yes. Heerlijk. Je ruikt het. Je ruikt het al als je eraan begint. Ja. Hele zachte binnenkant. Is deze ook zo zoet als net? Nee, absoluut niet. Deze is echt perfect. Zo hoort een bonbon te zijn. Mm. Dat kaneel is natuurlijk heel erg lekker, denk ik. Hè? Ja, zeker. Maak het is heerlijk. Ja. Ja, als je hem al naar je mond brengt, dan ruik je die kaneel heerlijk. Komt meteen tevoorschijn, dat is waar. Heerlijk. Ja, ik neem de rest. Ga je gang, jij neemt de rest. Ja. Nou, het ziet er ontzettend lekker uit. Ik denk dat ik zelf ook een klein stukje gaan nemen van die slagroomtruffel. Want slagroomtruffels Pompadour, die zijn echt beroemd. Hè? Alle grote culies die hebben zich al lovend uitgelaten over deze slagroomtruffels. Dus ik heb begrepen dat er 2 soorten zijn. Je hebt dus deze en je hebt dan ook een speciale slagroomtruffel van Valrhona die jullie uitbrengen. Ja. Dus met Valrhona chocolade. Ja. Hoe zit dat, wat is daar zo speciaal aan? Nou, het is een heel hoog cacaogehalte, 70%. Mm-hmm. En dat is dus vrij heavy. Is die, ja. Welke neem jij? Neem jij die of neem je deze? Die chocoladetruffel is heel lekker. Ja. En één heb je wel voldoende, maar is heel lekker. Oké, nou die ga ik ook even proberen hoor. Even zien. Nou, hij is stevig inderdaad. De cacao valt er al af, dat is een goed teken. Ja.
Een dikke chocoladelaag, moet ik wel zeggen. Ja, nou, die room is ook erg lekker. Ja. Ik dacht, die laat wel een stukje over. Shame on me, maar je zei dat ik hem moest nemen. Het spijt me. Hij was te lekker. Hij is alweer weg. Nou, ik geloof dat inderdaad, als je dol bent op chocola, dan kan je pompadour niet missen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Jessica. Oké, graag gedaan. Ik sta hier in de winkel Unlimited Delicious van Kees Raad. Werkplaats, ja. Werkplaats, zeg je, Kees. Kees, welkom in het programma. Jij maakt hier allerlei producten met chocola. Wat doe je precies? Ik maak bonbons. Hoofdzakelijk voor de horeca. Ik heb dus niet echt een winkel. Maar je kunt hier ook bonbons kopen. Dat is altijd mogelijk. Mooie doosjes of ook. Ja. En ik geef lessen bonbons maken. Ja. En ik maak een pan forte, een soort sterk brood. Ja. Een soort koek. Ja, en als mensen nou zo'n cursus bij jou willen doen, hoe moeten ze dat aanpakken? Ze kunnen gewoon bellen en dan? Ja, ze moeten gewoon opbellen. Ja. Telefoonnummer is 020-622-4829. Krijgen we aan het eind van de uitzending in beeld. Oh, oké. Okay. En dan gaan ze in groepsverband, een groep is maximaal 18 personen, bij mij is het wel kleiner. Gaan we in groepsverband 3 soorten bonbons maken. Een karamel, een noot en een slagroomtruffel. En die zijn heel erg lekker. En het gaat ook allemaal mis tijdens de les. Ja. Dus als je het thuis zou maken, gaat het natuurlijk ook mis. En we doen zoals het, zodat je het thuis ook kan reproduceren. Juist. Dus je leert hier eigenlijk om het thuis net zo goed te doen? Ja. Of slecht? Ja, of slecht. Ja. Zeg maar, hoe lang ben je al met chocolade maken bezig? Ik heb vroeger bij de Pompadour gewerkt. En toen was ik 17. Ik ben nu 34, dus al heel lang. Ja. En je hebt een opleiding gedaan tot chocolatier? Ja, in het bedrijf. Ja. Tegenwoordig is er een chocolaopleiding op de streekschool. Ja. En die is dan, ga je 1 dag naar school en de rest werk je in een chocolaterie. Ja. Hoeveel mensen geef jij een chocoladecursus per week? Het ligt eraan. Ja, nu begint weer een beetje te seizoen, maar 1 groep of 2 groepen per week. Juist. Gemiddeld. Oké, nou we gaan graag kijken naar hoe jij Hanneke zo dadelijk een chocoladecursus gaat geven. Ja, is goed. Oké, daar gaan we. Oké. Oké, chocola wordt groeit aan een boom. Dit is een cacaoboom en die groeien in alle landen rond de Evenaar. En dus alle landen rond de Evenaar waar het tropisch is, groeien die bomen. Mm-hmm. Dat is 20 graden boven en 20 graden onder de Evenaar. Mm-hmm. En die groeien op allerlei rare plekken. Naast bananenbomen. Je ziet ook hier bladeren van een bananenboom. Mm-hmm. En die zorgen ervoor dat er een soort schaduw en een wind de bomen beschermt tegen wind. Als er namelijk te veel stormt, dan gaat de oogst verloren. En dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Als ze rijp zijn, want hier zijn ze nog niet rijp, dan zien ze er rood uit. Nee. En, of geel, dat ligt eraan. Maar hier, deze zijn rijp. Waar ligt dat aan? Ligt per soort. Dit is een soort waarbij ze geel zijn, dat ze dan rijp zijn. Mm-hmm. En geel-bruin, ja, rood. De verschillende stadia van het volgroeien. Kijk, hierachter hangt ook een vrucht. Mm-hmm. Die is wat, wat anders van kleur. Mm-hmm. Hier ook een gele. Bij deze kwaliteit is dus, als je rijp is, is hier rood. En bij deze kwaliteit is dat als hier geel is. Ze hebben allerlei verschillende smaken. Mm-hmm. Net als bij koffie heb je ook allerlei soorten. Mm-hmm. En als ze nou geplukt zijn, dan worden ze opengekliefd. Dan zitten de cacaobonen, die zitten in een soort vruchtvlees, ja. Wat je hier ziet, het is wit. Uh-huh. En er wordt ook een sap van gemaakt, dat is heel lekker fris. En tegenwoordig kun je het ook in pakken kopen en zo. Uh-huh. Een soort vruchtendrank die dan met allerlei smaken zijn. Ja. En
Uit die vruchtvlees worden de bonen gehaald. Dit zijn de bonen, de cacaobonen. Heel licht. Ja, en die cacaobonen die worden onder bananenbladeren gelegd. Want in bananenbladeren zit een enzym die ervoor zorgt dat de passieve kristallen die op dat moment in de vrucht zitten, mm-hmm. dus in de olie, in mm-hmm. de boter, die worden dan geactiveerd tot actieve kristallen, waardoor ze later, want de boon is op het moment dat het geplukt wordt, is hij zacht. En als je van gefermenteerd wordt onder die bananenbladeren in de zon, mm-hmm. dan gaat het lekker broeien en dan ontstaan er 4 verschillende kristallen. Ja. En die zorgen er later voor dat de chocola mooi gaat glimmen. Oh, okay. Je kunt ook zien dat deze boon vrij hard is. Ja. En vroeger was het ook een betalingsmiddel. De Azteken mm-hmm. gebruikten dat om te betalen. Mm-hmm. En dat werkte natuurlijk alleen maar met bonen die gefermenteerd waren. Want als ze niet gefermenteerd zijn, gaan ze heel snel rotten. Dan blijven ze gewoon... Als van de boon, gaat het naar? Wil je proeven? Wat is? Is nu al. De Azteken die deden er wat anders mee. Die stampten dat in zo'n vijzel, mm-hmm. een grote stok of een boomstam. En dan komt op een gegeven moment de cacaoboter los. Want dit is puur echt helemaal de... Hier zit de cacaoboter en de poeder zit er zeg maar in. Het maakt ook een beetje naar koffie. Toch een beetje bitterig. Ja? Ja, vind ik. Koffie. Dat is de eerste keer dat we het horen. Ja, het is bitter. Oké. Okay. Maar geen koffie hoor. Verder? Azteken? De Azteken hadden dat ook ontdekt. Mm-hmm. En die stampten dat in een vijzel. Mm-hmm. Cacaoboter kwam vrij en... konden ze daar rolletjes van maken. Mm-hmm. En er werd een drank van gemaakt. Dat bestond uit water wat gekookt werd. Er ging geschraapt die chocola bij. Mm-hmm. Cocoa. Ik ga even nieuws. Dit is de Kees. Oké. De Azteken die maakte een chocoladedrank. Dat bestond uit geschraapte... cacaobonen. En die maakten een rolletje. Mm-hmm. En dat deden ze in een vijzel cacaobonen. Nadat ze geroosterd waren in een pan, gingen ze stampen. En tijdens het stampen kwam de cacaoboter vrij, waardoor het een papje werd. Daar maakten ze rolletjes van. En op het moment dat er een chocoladedrank gemaakt moest worden. Mm-hmm. Want de koning van de Azteken, die had 100 vrouwen. Dus die moest flink presteren. Want in cacao zit een stof die de hersenen, de productiviteit van de wellust wordt... En de lust wordt opgewekt. Ja. Dus die had heel veel van die drank nodig. Dus die kreeg daar flink veel van. En er zat ook nog een beetje vanille in en wat kernenpeper. Mm-hmm. En dat gaf een heel groot, sterk volk. Ja. En in Nederland of in Europa wordt de chocola geconcierd. Dat houdt in dat de cacaobonen worden zeg maar geroosterd in mm-hmm. een soort oven. Mm-hmm. Dan gaan die vliesjes eraf. In de Azteken lieten dat er ook in zitten. Dat zie je ook, die vliesjes. Ja. En die vliesjes die gebruiken ze... Daar kun je tuinpaden mee maken. Het is mm-hmm. tegen antislakken. En er wordt ook veevoeder van gemaakt. Dus het heeft ook wel weer een functie. Mm-hmm. En nadat ze dus geroosterd zijn en ontvliest, worden ze vervalst. Dus dan wordt er een chocoladepasta van gemaakt. Dat noemen ze chocolademassa. Mm-hmm. En om dan het lekker te maken, wordt er chocola aan of er suiker aan toegevoegd. En dat ligt eraan hoe sterk de chocola is. Dat kan 50% zijn, wat meestal gedaan wordt, mm-hmm. maar ook 12% of minder. Waardoor je een veel purere, sterkere chocola mm-hmm. krijgt. Maar dan moet je ook een veel betere kwaliteit chocola gebruiken. Want anders dan krijg je net als bij roodmerk koffie, als je daar een espresso van maakt. Het is niet te drinken. Dus dat is met... Als je een gewone koffie chocoladeboon gebruikt, je doet daar heel weinig suiker in. Mm-hmm. En je eet het op, dan denk je ook van, bah, wat is dat vies. Ja. Dus er zijn verschillende kwaliteiten cacaobonen. En dan de betere soorten, die zorgen ervoor dat je ook een frisse chocoladesmaak hebt. Mm-hmm. Net als bij een goede espresso heb je een frisse kop koffie. Mm-hmm. Frisse koffie. In ieder geval... Als die suiker erbij gaat, dan wordt het in een hele grote bak gedaan, een ketel, de chocola. En daar gaat de hele tijd een wals doorheen. Dat duurt tussen de 12 en de 24 uur. Ja. En als je hier in Amsterdam woont of in Zaandam, dan ruik je ook wel eens heel sterk, als het noordenwind is, een soort cacaolucht. Mm-hmm. En dat noemen ze het concheren van de chocola. Ja. En die lucht die produceert de cacao, want tijdens dat verwalsen, verdampen de vluchtige zouten en zuren uit de chocola. Ja. En waardoor de
chocola wat voller van smaak wordt. Wat puurder. Mm-hmm. En dan... daarna is in principe de chocola klaar. Nee. Er wordt niks verder aan toegevoegd. Geen dierlijk vet of... niets, geen rare dingen. Nee. Dan hebben we pure chocola. Dit is bijvoorbeeld een 70% chocola met extra cacaoboter en maar heel weinig suiker. Ja. Die is heel puur, heel bitter, maar heel erg lekker. Zou ik daar een stukje van mogen? Een klein beetje schaatsen. Je kunt een beetje afhakken. Ga je gaan. Ja. Een flintertje. Ja, flintertje. Ik heb al zoveel chocola. Oh ja, heel bitter. Ja. Ja. Maar het is niet dat hij wrang is of... Nee, dat niet. Ja. Kijk. En dan om melkchocola te maken wordt voor het concheren wordt er melkpoeder bij gedaan. Dus geen melk, maar echt gewoon de poeder. Want er mag geen vocht in chocola komen. En die zit hierin, die mag je uitpakken, onderste pak. Yes. Zullen we dat? Zo. Ja? Ja. Mag dat? Ja, ja. Ah, een droom van iedereen. De grootste chocolade. De grootste chocolade. Oh man. Ja, dit is een hele mooie volromige melkchocolade. Ja. Die, zeg maar een mooie kwaliteit Zwitserse chocolade is daarmee vergelijkbaar. Mm-hmm. Dit is een droom. Hè? Mag je me in stukken hakken? Ja. En dan mag je wat chocolade van schrapen, want deze hebben we straks nodig om de chocolade op temperatuur te brengen. Echt zo, ram. Hard? Ja, gewoon middenin. Oh, zonde. Pas op je vingers. Zo. Oké. Okay. Yeah. Yes. Nou, dan kun je gewoon... laat me liggen hoor. Oké. Okay. Dan kun je even wat schrapen met het mes. Gewoon zo. Ja. Nou, wacht maar, anders doe ik het zo. Ja. Hey, die, en om witte chocola te maken, dat zit in deze verpakking. Ja. Die mag je ook uitpakken. Daar gebruiken ze dan geen cacaopoeder voor. Nee. Of vandaar dat hij zo wit is. Waarom gebruiken ze daar dan geen cacaopoeder voor? Nou, anders ziet hij er bruin uit natuurlijk. Ja. Wat gebruiken ze dan ervoor? Er zit in witte chocola zit suiker, melkpoeder en cacaoboter. Mm-hmm. Cacaoboter. Oh, dat komt ook weer van de bonen af. Ja, precies. Dus die bonen die worden om de cacaoboter uit de... cacaoboon te halen, dan worden ze weer geroosterd. Mm-hmm. Gaan die vliesjes gaan eraf. En dan worden ze gebroken in stukjes. Ja. Gealkaliseerd. Dat houdt in dat de zuurgraad verlaagd wordt. Eigenlijk wat ze tijdens het concheren doen in die ketel. Mm-hmm. Doen ze dat op een chemische manier. Maar niet dat het besmettelijk of zo. Of dat het giftig is. Maar vrij, net als bij het cafeïne vrijmaken van koffiebonen. Dan worden ze geperst, net als bij druiven, dat het vocht eruit geperst wordt. En als ze dat uitpersen, dan krijg je cacaoboter. Dat loopt er dan uit. Een beetje gelige massa. En wat overblijft, is een perskoek en die wordt gemalen en dat wordt cacaopoeder. Okay. Dat hebben we hier. Zo'n mooie rode cacaogloed. En koetjesrepen worden als volgt gemaakt. Dan nemen ze cacaopoeder, daar gaat plantaardig vet bij. Het is nooit dierlijk vet, maar altijd plantaardig vet. En suiker. Dat wordt, en melkpoeder. Dat wordt vermengd en dan in repen gegoten. En nou is de grap dat koetjesrepen, tenminste vroeger werden die nog zo gemaakt, die ouderwetse, die bleven altijd aan je geheel te plakken. Ja. En dat was omdat er geen cacaoboter in zit, want cacaoboter smelt namelijk direct op je lichaamstemperatuur. Dus als het in je mond komt, dan smelt die heel mooi weg en dan krijg je een heel zacht gevoel in je mond. Bij koetjesrepen kan dat niet, want er zit plantaardig vet in. En dat smelt zeg maar op 38 graden weg. Dat is dus 2-3 graden hoger dan je mondtemperatuur. Dus dan moet je altijd eerst goed kauwen. En op een gegeven moment dan begint het wel te smelten. Maar dan zit je met een soort plakkerige massa in je mond. Ja. Plus dat, het, dat er altijd een vetlaagje in je mond achterblijft. Omdat niet al die vetten oplossen. En hoe maak jij jouw bonbons? Mijn bonbons? Oh, die maak ik... Mijn chocola maak ik niet zelf. Die koop ik uit de fabriek. Want niemand in Nederland... of er is niet, geen één bonbonmaker die dat zelf maakt. Ja. En dat kunnen ze in de fabriek veel beter. Daar zijn ze echt veel meer in gespecialiseerd. Kan je hem uitleggen? Ja, dus je smelt... je hakt zeg maar die chocola in stukken. Ja. Die smelt je in een pannetje au bain marie. Ja. En dan om die chocola mooi te laten glimmen. Want als je dit alleen zou smelten... en je...
laat het hard worden, ja. Dan ziet het er niet mooi uit. Dan ziet het er eigenlijk een beetje ranzig uit, alsof die chocola oud is. Ja. Ja. Heel zo. Maar dat is hij niet, want die is vorige week gesmolten geweest. En dan moet er uiteindelijk natuurlijk zo uit gaan zien. Ja. Dus wat je moet doen om dat mooi te laten glimmen, is dat je de chocola smelt zeg maar tot 45 graden. Het hoogste punt van de dag in de tropen. En daar doe je dan koele chocola bij, zeg maar de ochtend. Ja. Die smelt je weg in de warme chocola. En als die dan op een eindtemperatuur is van 32 graden voor deze melkchocola, dan moet die in principe mooi gaan glimmen. Nee, die ziet er ook mooi glanzend uit. Ja. Ja, deze. Maar dit ziet er wel glanzend uit, maar dit wordt nooit mooi. Dit wordt nooit echt mooi. Oh. Ja. Dus dat gaan we even doen. Oké. Okay. Mag jij de microfoon vasthouden? Yes. Chocola die schraap ik even. Geen vrouwen werken. Nee, ik ben ook niet sterk genoeg daarvoor. Ja. Nou, gewoon een reep uit de supermarkt gaat het makkelijk. Mm-hmm. Alleen krijg je nooit zo'n vloeibare chocola. Want hier zit extra cacaoboter in deze chocola. Waardoor die mooi dun is. Mm-hmm. En dan krijg je een mooier dun chocoladelaagje om de bonbons heen. En de gewone koude chocola die smelt nu met de warme chocola. Ja. Dit heb je niks mee te maken hoor. Wat ik nou doe. Jij moet roeren, chocola roeren. Oké. Okay. Kom maar niet meer. Hou je die vast? Mm-hmm. Dan moet je de chocola naar 31 graden roeren. En dan zeg je hij is er en dan kun je met de camera op de thermometer kijken. Yep. Moet je even zo houden. Ja, yep. Juist. Oké, okay. Ga je beginnen? Ik ga beginnen. Draait hij al? Mm-hmm. Oh. Dus de chocola die wordt nu op temperatuur gebracht. Er zitten nog wat stukjes in. Mm-hmm. Nou, die smelten nog wel weg. Mm-hmm. En hij is nu op de juiste temperatuur. Ja. Dat heb je goed gedaan. Om nu bons te maken, doen we dat als volgt. Doe even een beetje zo. Als je te koud wordt, dan warm het wel weer bij. De bonbon gaat in de chocola. Die duw je tot het oppervlakte. Dan til je met je vorkje hem eruit. Je dribbelt een beetje, mm-hmm. Je strijkt hem af en je laat hem van je vork afglijden. Okay. En dan is die mooi. Dus je doet hem helemaal in de chocola. Je dribbelt een beetje. Je strijkt hem af. En je... Oei. Knoei, knoei. Zo. En dan kun je een decoratie maken door met een vorkje streepjes op de bonbon te maken. Doe nog een keer. Even dribbelen. Je strijkt hem af. Je laat hem van je vork afglijden. Oké. Okay. Oh, je kent het al. Nou. Nee. Ga je gaan. Ik ga gaan proberen. Ja, liefst. Oké, je kunt ook een vorkje nemen. Het liefst natuurlijk zilver. En dan haal je twee tandjes eruit. Je bent vergeten af te strijken. Sorry. Anders krijg je een groot voetje. Ja, nee, één keer is goed. En dan zo. Dat is een harken. Sorry. Zo. Dat is ook een harken. Nog harken. Oké. Okay. Kijk. Zo. Oh, zo. Oké. Okay. Nog een keer. Oké. Okay. Mm-hmm. Zo. Oh.